Mijn naam is Marco Wins. Ik ben eigenaar van jobcoachbureau Into Work. Into Work brengt jonge mensen die minder kans hebben op de arbeidsmarkt in betaald werk. Het zijn jongens en meiden die leren door te zien, dan te mogen oefenen en dan te doen. Ik heb bewust voor de naam Into Work gekozen. Into Work betekent dat je er voor in bent, dat je er zin in hebt. Dat is iets wat ik naar die jongeren, naar die werkgevers toe wil uitstralen. De grote kracht van Into Work is dat wij de doelgroep heel erg goed kennen. We hebben een team met een schat aan ervaring, een jarenlange ervaring van werken met deze jongeren, werken in de arbeidsmarkt met deze jongeren. Kennis van de doelgroep, kennis van de arbeidsmarkt, kennis van de opleidingsmarkt. Dus weten welke soort opleidingen er zijn voor dit soort jongeren. En kennis van de reïntegratiemarkt. Weet welke producten er voorhanden zijn om dit soort jongeren te bemiddelen naar werk. Als je die vier pijlers tegen elkaar aan kunt plakken, dan heb je eigenlijk een totaalpakket wat je kunt bieden aan je cliënten die je moet bemiddelen. Maar ook naar de werkgevers toe die uiteindelijk onze klant zijn. En 78% van onze cliënten die blijft uiteindelijk werken in de baan waar wij ze in hebben gebracht. Als je iemand wil coachen, dan bepaalt de coach niet of die binnenkomt. Maar de pupil bepaalt of de coach binnen mag komen. Het jobcoaching is een werknemersvoorziening. Dus het is er voor de werknemer. De werkgever kan daar mede van profiteren. De coach van Into Work ontzorgt een werkgever. Hij komt naast hem zitten, kijkt naar de mogelijkheden die onze cliënt kan bieden. En kijkt daarnaast mee in alles wat te maken heeft met de sociale wet en regelgeving. Dat hele pakket nemen wij uit handen. We willen eigenlijk niet iets overwinnen bij werkgevers. We willen ze door middel van onze passie die wij hebben in ons werk overtuigen van de mogelijkheden die het biedt om met dit soort jongens en meiden aan de slag te gaan. Dat is waar wij gelukkig van worden. Dat we zien dat onze jongens en meiden met veel motivatie en veel passie in hun werk bezig zijn, hard werken, het goed doen, willen leren en op die manier dagelijks aan de slag zijn. Wat Marco heel sterk heeft, en dat heeft hij echt van natuur, ik denk dat dat niet iets kon zijn wat hij aangeleerd heeft, is dat hij stelt de mens centraal. En hij is echt oprecht geïnteresseerd in de persoon tegenover hem. En hij wil het verhaal van die persoon goed horen en het verhaal van het hotel horen, van nou, waar hebben jullie behoefte aan? En daarin de juiste match weten te vinden. Het werkt eigenlijk op deze manier ook van dat Marco, die organiseert bijna het geheel. Daarentegen heeft hij ook zeg maar coaches in dienst en die komen gewoon met grote regelmaat bij ons langs. Bij Into Work staat de mens centraal. Hun doel is om de juiste persoon te matchen met het juiste bedrijf. En dat is een succesformule waar wij graag aan meewerken. Maar het gebeurt ook vaak dat wij gewoon iemand in dienst houden. Dat we zeggen, ja, dat is al een goede kandidaat. En dan bieden wij diegene een job aan. Het geluk wat je ziet bij die jongeren in hun ogen. Op het moment dat het goed met ze gaat, dat je een evaluatiegesprek hebt gehad, een coachinggesprek hebt gehad, dat ze gewoon een hele betrokken werknemer zijn geworden. Ja, als je dan in de auto zit en je denkt daaraan terug, dat is onze kick.